Hallo, ik ben Pieter Jan, vegan chef. Als chef probeer ik mensen bewust te maken dat we eigenlijk geen dierlijke producten nodig hebben om heel lekker te gaan eten, gastronomisch, maar ook thuis. En daarop verder werkend heb ik vandaag een gerechtje voor jullie voorbereid. Een quiche, waar we een beetje tempeh gaan verwerken, waar we zijden tofu in gaan verwerken. Heel volwaardig, kan je als hapje gebruiken, kan je ook als een lunch of een leuk diner heel eenvoudig klaar te maken. We gaan aan de slag. We gaan beginnen met de tempeh. Ik heb wat gerookte tempeh mee vandaag. Tempeh, zoals dat je weet, al op basis van gekookte sojaboontjes die gestremd worden. Die worden gefermenteerd. Dat is een heel makkelijk opneembaar plantaardig eiwit. Gerookt, je ruikt dat ook. Heel aangenaam aroma. Geeft ook een heel toffe toets in uw bereiding. Dus we gaan die snijden in blokjes in onze quiche. En die vervangen een beetje het mondgevoel en ook de smaak van een gerookt spekblokje. Dus die hoef je niet perfect te snijden. Maar blokjes. Zo. Als je ze mooi naast elkaar legt en reepjes gesneden, dan kan je er in één keer met een groot mes heel makkelijk doorgaan. Dan ben je ietsje efficiënter dan dat je het allemaal met een klein mesje probeert te snijden. Voilà, onze spekblokjes, onze tempeh, gaan we op kant houden. En die ligt klaar om even kort op te bakken. Het volgende dat we gaan doen is onze deeg, ons bladerdeeg, gaan blind bakken. Ik heb een beetje bladerdeeg gekocht. Je vindt in heel veel supermarkten tegenwoordig bladerdeeg waar geen boter in zit. Dus plantaardig bladerdeeg. Ik heb hier wat droge kikkererwten. Dat kunnen linzen zijn, dat kunnen kleine gewichtjes zijn. Iets om wat druk te zetten. Dus we gaan die deeg eerst blind bakken. Dat wil dat zeggen, we hebben hier onze bakvorm. We gaan er een bakpapiertje in leggen. Dan gaan we onze deeg, daar ook, mooi in schikken. Als je opstaande randjes hebt die wat te hoog zijn, die plooi je mooi om. We gaan er hier een hele eenvoudige quiche van maken. Moet je dat niet aantrekken dat het allemaal niet perfect is. Eenmaal dat dat gebakken is, is dat mooi dat dat zo'n beetje wild gaat. Nu wel heel belangrijk, ja, voordat we daar wat gewicht op zetten, is dat we die deeg even gaan inprikken. Ja, prikken zal ervoor zorgen dat die bladerdeeg niet te veel gaat gaan rijzen. Voilà, willekeurig, om de 3-4 centimeter. Voilà. Ik heb hier nog wat bakpapier over. Dat is heel handig om te hergebruiken. Dat leggen we op onze deeg. Dan gaan we onze droge peulvruchten gaan indoen. Ja, die zorgen voor de nodige druk. Voilà. Deze gaat in de oven. Laat ons zeggen een kwartiertje. 20 minuten. Voilà. Op een 175 graden. Volgende die we gaan doen, is onze prei gaan fijn snijden. Dus we hebben wat tempehblokjes. We gaan wat groenten in onze quiche doen. Nu gebruik ik prei, maar daar kan je gelijk wat voor gebruiken. Een beetje broccoli, stukjes zoete aardappel, worteltjes, whatever. Goed, om onze prei makkelijk te wassen, gaan we die insnijden. Dan kan je heel mooi al zien of dat die heel vuil is of niet. Kijk, deze is vrij proper. Die zal dus gewassen geweest zijn. Maar toch gaan we daar voor het overige zand. Gaan we daar het overige zand gaan uitwassen. Voilà. En dan kunnen we die ook mooi versnijden. Ja. Misschien ook niet te dik snijden. Dus mooi fijne stukjes. Vanaf dat je te dicht bij je vingers komt, oppast. Ja. Liever een klein stukje over,
dan topje van uw vinger. Dat is belangrijk. Voilà. Onze prei is ook klaar. Prei fijn gesneden. Onze tempeh ligt klaar. We gaan die nu gaan opbakken om die straks in onze quiche te verwerken. Onze prei en onze tempeblokjes zijn klaar voor zo meteen. Dan gaan we nu ons quichebeslag maken om dan straks te kunnen vullen en in de oven te steken. Goed. Nu, dat quichebeslag zelf, wat hebben we daarvoor nodig? Eerst en vooral, onze basis is zijden tofu. Ja. Zijden tofu is een heel lobbige tofu. Tofu is op basis van gestremde sojamelk gemaakt. Heel neutraal van smaak. Dan kan je heel veel dingen aan toevoegen. Dat is ook heel tof om bijvoorbeeld een dessert mee te verwerken. Je kan er kaastaarten mee maken, chocolademousse mee maken. Heel kruimig en heel neutraal van smaak. Als smaakmaker, wat gaan we erbij doen? Peper en zout. Niet te zwaar overkruiden, want onze tempeblokjes en onze prei hebben ook al redelijk wat smaak. Goed. Voor de kleur vind ik het altijd leuk om daar een klein beetje kurkuma in te doen. Ja. Je moet dat niet fluogeel kleuren. Ja. Dus een koffielepeltje is meer dan voldoende. Ja. En dan voor de smaak heb ik hier wat edelgistvlokken. Ja, edelgistvlokken vind je in de biowinkel of in de natuurvoedingswinkel. Daar kan je zoveel of zo weinig bij doen. Of dat je zelf graag hebt. Geeft een heel leuke umami smaak. Een beetje kaas, een beetje cheesy flavor aan uw quiche. Goed. Dit gaan we mixen. En dan hebben we eigenlijk nog een middel nodig om die quiche goed te laten stollen. En daarvoor gaan we wat zetmeel gebruiken. Ik heb hier wat maïs zetmeel staan. Kan je gebruiken. Of als je het ietsje romiger wilt, dit is kuzu. Kuzu is een heel leuk bindmiddel. Die een beetje uit het oosten komt. Kuzu is ook een zetmeel uit een wortel. Kuzu, je zal zien dat dat brokjes zijn. Als je dat oplost, is het direct weg. Geeft een hele romige binding. Dat is een van mijn favoriete bindmiddeltjes. Ook voor romige sausen mee te maken. Dan doen we een goede eetlepel in. Dan gaan we dat fijn mixen. Met de staafmixer. Kan je in een blender doen ook, maar dat hoeft niet. Nu, dit is ons basis quichebeslag. Je kan daar altijd kruiden gaan bijdoen. Je kan daar eventueel wat groentepuree gaan bijdoen. Maar dit is een heel goede basis. Nu ga ik je een klein trucje leren. Als je die quiche heel makkelijk wil snijden nadien, het gaat wel lukken. Maar ik heb hier een beetje agar liggen. En agar is een poeder op basis van zeewier. Dat is een heel natuurlijk middel. Dat gaat ervoor zorgen... Ik ga hier nu een viertal gram bijdoen. Gaat ervoor zorgen, de keer dat die quiche gebakken is en afkoelt, dat die wat harder zal zijn. En daar kan je heel mooie spietjes van snijden of blokjes, of mooie hapjes van maken. Heel makkelijk. Die agar gaan we er juist nog eens kort onder mixen. Voilà. En dezelfde basis kan je ook gebruiken om bijvoorbeeld taartjes mee te maken voor dessert. Goed. We zijn klaar om onze quiche te vullen. Ik ga het deeg die blind gebakken is uit de oven halen en dan kunnen we onze quiche gaan maken. Dus we hebben onze blind gebakken deegje klaar. Een heel mooi krokant al aan de buitenkant. En dat zal ervoor zorgen dat je straks een heel mooie krokante bodem hebt. We gaan onze prei en onze tempeblokjes daar mooi in verdelen. Zo. Dan gaan we daar ons quichebeslag over doen.
Zo, duw dat goed in de hoekjes. Opnieuw, je hoeft dat niet perfect te proberen doen. Dat mag echt zo een beetje rustiek zijn. Voilà. En dan gaat deze terug in de oven. Een half uur, 25 minuutjes. En ondertussen duwen we een beetje afwassen. Kijk, onze kiezen mooi gebakken. Die kunnen we heel makkelijk uit de vorm halen. Voilà. Hey, mooi krokante korst, heel belangrijk, heel leuk als je erin bijt. Dat dat mooi droog is. En onze kiezen zelf is stevig van structuur. Voilà. Ons bakblikje gaan we wegdoen. Ik heb er tussendoor ook een klein beetje kruidenmayonaise gemaakt. Het recept kan je zeker nalezen. We gaan de mayonaise in een spuitzakje doen. Dat wel leuk is om te dresseren ook. Daar kan je een heel mooi bord mee opmaken. Voilà. Heb je dat niet in huis, dan smeer je het maar op het bord. Een spuitzakje vullen, altijd een keer ronddraaien. En dan ga je zien dat je zo niet te veel luchtballetjes in die spuitzak zit. Pas zeker op dat je hem nog niet opengeknipt hebt. Dan heb je iets voor. Hè. Voilà. We gaan er een bordje bij nemen. En dan gaan we daar een leuk gerechtje van maken. Voilà. We hebben onze quiche. Die gaan we direct aansnijden. Heb je een ronde bakvorm, dan kan je mooie spietjes van snijden. Ik vind het wel tof om daar een rechthoekige balkje van te maken. Voilà. Kijk, mooi stevig. En je toont heel mooi die eitextuur. Hè. Een beetje die korreltjes. En toch wat moelleux. Zacht. Voilà. Goed. Ondertussen een keer proeven. Hè. Ons mayonaise gaan we daar een paar toefjes bij spuiten. We gaan afwerken met onze tuinkruiden die we daarnet geplukt hebben. We hebben hier wat Roomse kervel. Een beetje anijssmaak. Dus iets minder uitgesproken dan gewone kervel. Ik heb hier wat kaasjeskruid. Dat is een bloem die je ook overal in het wild ziet groeien. Heel mooi. Het is ook altijd leuk als je een bloemetje kiest, dat je een beetje contrast krijgt. Dus dat we dat een beetje opvrolijken. Voilà. En dan heb ik hier voor een zure bite nog een beetje klaverzuring. Een klaverzuring, dat ziet eruit als een klavertje. Een van mijn favoriete kruiden, ook bij desserts. Doe een beetje denken aan het zuur van rabarber. En zo kan je met een paar eenvoudige blaadjes een heel leuke kruidensalade maken. Zo heb je een heel mooi en fris ogend gerechtje. Wil je zelf het recept ook eens proberen? Ga dan zeker naar startutempe.com. Wil je meer informatie over mezelf? Dan kan je me vinden op Instagram, Facebook en pieterjanlint.com. Heel veel succes met het uitproberen en heel graag tot de volgende keer. Ciao, ciao.